wapen van Degenkamp, partyboerderij, Web en Tinus de Does. Fotografen, gelegenheidsfotografen, hebben inmiddels al 500.000 kiekies geschoten. Met alle eerbied, met alle respect. Van met name op Zuid, maar heel Rotterdam door. En nu staat Feyenoord, de Kuip en Eddy PG, Eddy Pieters Graafland centraal. En daar gaan we zo mee aan de haal. Waar ben je? Web? Ik ben op de Doortje Straatweg. Juist. 75. En daar gaan we in ieder geval eventjes van uit. Daar gaan we even lekker binnen de introspectie doen. Om net dat eraan mee te geven dat wat er al niet aan ontbreekt, zeker ontbrak. Want er moet ook voor het goede bedoelen, moet er bijeen vergaard worden. Want ook zijn we natuurlijk om dit alles te boek gesteld te krijgen op zoek naar een wilde weldoener. Maar daarover later meer. Een heel verhaal over de ontstaansgeschiedenis. Dit is dan een prachtige foto van Koen, Mr. Feyenoord, voor het muurtje. Bloklandstraat, voor zijn eigen muurtje, Oude Noorden. Oude Noorden, ja, inderdaad. En er zit natuurlijk ook ander materiaal waar je trots op bent, van andere fotografen bij. Absoluut zeker. Dat is deze van Eddy. Maar is er dan ook nog een schrijn van Eddy PG, van Eddy Pieters Graafland? Een speciaal tableau? Hebben we ook of heb je het allemaal een beetje randomisant door elkaar heen geworpen? En zo. Florian Broer. Pieter Graafland natuurlijk, uiteraard. En dit is de uitvaart van Koen Molijn nog. Uitvaart. Vrijwillige bijdrage en onkosten. Om er uiteindelijk natuurlijk weer een prachtig fotoboek van te maken. Jawel. En het draait ook met name om de Kuip. Ongeveer 4000 foto's. 4000 foto's. Ja, ja. Maar ook dit soort prachtige foto's van Tom Manders. Onder andere, ja, die kom je ook tegen. Kromme Zandweg foto's natuurlijk. Ja, Kromme Zandweg ook. Afrikaanderplein. En wat is jouw bijdrage dan, Beb? Ik doe Tieners adviezen geven van, dat moet je, kan je beter zo fotograferen en dan kan je zo fotograferen. Ik ben meer een mens van... Jij bent het statief. Ja, van mooie tijdopnames. En zeker van de Kuipas die s'avonds verlicht is. Dat ik zeg van, jongen, dan moet je een mooie shot van nemen. En inmiddels wereldberoemd, hè? Ja, ja. Met jullie uit de hand gelopen hobby? Of is het inmiddels al een beetje een professie? Het is een uitgelopen... Je kan er al een beetje per kamer slaan. Het is een uitgelopen hobby en het loopt nog steeds verder uit. Ik ben de hele carrière dat ik bij Feyenoord heb gespeeld vanaf 1958 tot aan 70 dat ik ben gestopt, is één succes geweest. En daar heb ik van genoten, moet ik zeggen. Dubbel van genoten. Als je dit dan helemaal zo ziet, kijk, daar komen nog andere fans. Ja, u was zelf natuurlijk ook een zeer begnadigd amateurfilmer. U heeft nog unieke beelden van Jan Jansen, 1968, dat hij de Tour wint, hè? Nou, dat je dat allemaal weet. Ja. Maar dan gaat uw hart dan wel sneller van kloppen of ziet u dan toch liever bewegende beelden? Ik zie wel liever bewegende beelden. Filmt u nog? Dat doe ik niet meer. Dunde pikselingen, bestuurlingen. En mensen, als u nog wat extra over hebt, doet er in het Feyenoordpoortje, want u weet het gaat beslist naar een goede doel. En daar wil ik een keihard applaus voor, dat Eddy Pieters Graafland dat heeft voor elkaar.